Goedemiddag. Ik heb de eer en het genoegen om na de voorgaande wel fantastische sessies iets te komen vertellen over de visie van Kriusgroep. Ik neem natuurlijk aan dat jullie die ook allemaal al gelezen hebben op de website, een paar keer wellicht. Maar sta me toch toe om daar iets over te gaan vertellen. Ik ga trachten een beetje inkijk te geven in de interne keuken van Krius. Hoe dat wij dingen aanpakken. Welke visie daarachter schuil gaat. Beschouw het ook als een soort van introductiesessie op de parallelsessies die later komen. Door mezelf gegeven en Jordi. Ah ja, dat is de andere kant. Goed, die visie. Dat is een duur woord. Daar kan je heel wat achter stoppen. Het is ook iets dat niet van de ene dag op de andere tot stand komt. Dat duurt een hele tijd, eer dat je zoiets ontwikkelt. Maar gelukkig hebben wij met Krius toch wel best een aantal jaren ervaring binnen deze sector. Ik denk dat een heel aantal onder jullie 2 jaar geleden ook aanwezig waren op onze jubileumviering. Toen vierden we ons 25-jarig bestaan. Dus in die 25 of ondertussen meer dan 25 jaar hebben we niet stilgestaan. En we zijn eigenlijk met één ding bezig al die jaren. Namelijk content. Wij maken content, wij beheren content, wij ontsluiten content. Dat is alles wat we doen, dag in dag uit. In die 25 jaar zijn we bezig geweest met auteurstools. Zijn we bezig geweest met toch wel indrukwekkende, soms toch, contentmigratietrajecten, digitalisatietrajecten. Wij houden ons bezig met procesoptimalisatie. Kijken naar workflows. Kijken hoe dat je content kan opslaan. Bijvoorbeeld daar straks in de sessie was het ook aangegeven. We zijn niet het type zetter dat de zetbestanden per se zelf moet houden. Maar we kijken mee met de klant hoe dat we die dingen zo goed mogelijk kunnen ontsluiten, ter beschikking houden van de klant. En om uiteindelijk uiteraard al die content bij de consument te krijgen. Op verschillende manieren, in verschillende formaten, op de meest efficiënte manier. Gedurende al die jaren is die visie steeds maar gegroeid. En die vertaalt zich nu ook in onze baseline. Blending, printed en digital media. En eigenlijk als je teruggaat naar de start van het bedrijf, wij komen natuurlijk, we zijn gestart met het maken van boeken. Maar eigenlijk van in het begin hebben wij ook al databases gevuld. Dus de combinatie van folioproducten en digitale producten, die zit als het ware in de genen van Krius. Daar zijn we al die tijd mee bezig geweest en vandaag de dag nog steeds. En wij geloven ook dat het die combinatie is die net belangrijk is. Ook al focus je misschien op papieren uitgaves, dan nog moet je je proces optimaliseren, zodat het ook geschikt is voor digitaal. Andersom, als je zegt, nee, voor ons is digitaal eigenlijk de eerste of het primaire kanaal, op een gegeven moment ga je toch ook iets op folio misschien willen uitbrengen en dan heb je best ook je zaken op dat vlak in orde. Dat gaat er dus schuil achter die titel Blending Printed en Digital Media, de combinatie van beide. Dus het is niet enkel digitaal uitgeven, het is eigenlijk het totale plaatje. Als je van een visie spreekt, hanteren we eigenlijk ook een aantal principes. Een ervan, en dat is terug wat in de rechterlijke sfeer misschien, is de scheiding der machten. Nu, hoe begrijpen we dat? Eigenlijk op 2 manieren. Het eerste heb ik al verteld, die scheiding tussen content, creatie, beheer en ontsluiting. En ik weet wel, je kan moeilijk de knip leggen tussen die domeinen en dat heeft allemaal heel veel te maken met elkaar. Maar toch, binnen Krius kijken we graag al eens een keer apart op de verschillende processen. Focus tijdens contentcreatie op de content, niet zozeer op de layout. Dat is ook een open deur natuurlijk. Kijk bij beheer van hoe dat je kan samenwerken, hoe dat je kennisdeling kan faciliteren, hergebruik, etc. Om op de meest efficiënte manier je content naar verschillende formaten en outputkanalen te publiceren. Dat is 1 onderdeel. Het tweede is misschien iets concreter en wat mij betreft ook wel minstens even belangrijk. Dat is de scheiding tussen die 3 zaken die hier staan. Enerzijds structuur, de inhoud en opmaak of vorm. Waarom vinden wij dat belangrijk? Structuur is vaak een vies woord. Dat hoort men niet graag.
beknot creativiteit, etc. Maar toch, ik heb het niet over XML-structuren, etc. Het gaat over de structuur van je content. Hoe ziet die eruit? Niet visueel, maar hoe ziet die er inhoudelijk uit? Wat voor soort content heb ik? Wat zijn de doelstellingen van die content? Is het wetenschappelijk, algemeen, educatief? Wil je er oefeningen mee maken, theorie? Wat wil je eigenlijk overbrengen met die content? En op welk niveau ga je dat bekijken? Is het laagste niveau voor jou een boek en wil je niet verder gaan? Of is het net interessant om dat verder op te knippen in deeltjes, in verschillende concepten die je eventueel kan hergebruiken? Dus die structuur is belangrijk, los van de inhoud, van de echte content. Uiteraard, daar draait het uiteindelijk altijd wel om. De inhoud is van tel. Een aantal onder jullie zullen ons ook al wel horen praten hebben over verschillende workflows, XML first, print-centric, etc. Dat is eigenlijk de invulling, hoe dat je dingen aanpakt. Maar in de eerste plaats is het nog altijd content first. Het gaat uiteindelijk om de content, maar, ik herhaal, liefst gescheiden van de opmaak. Liefst op een manier gecreëerd die niet heel specifiek voor een bepaald kanaal geschreven is of voor een bepaalde opmaak. Natuurlijk, de praktijk is anders. Hè. Ik zeg dat gemakkelijk. Maar in de praktijk gaat het net wel over de manier waarop dat je content overbrengt. Gaat het net wel over hoe mooi dat boek vormgegeven is. Hoe goed de user experience van het online leerplatform is. Dat is uiteindelijk hoe dat je consument, hoe dat je eindklant in contact komt met je content. Maar, en we vinden dat ook natuurlijk belangrijk, we begrijpen dat, het enige dat we zeggen is, hou misschien toch rekening met die opdeling. Want we hebben al te vaak eigenlijk vragen gekregen van, kijk, we hebben nu een bepaalde uitlevervorm, een boek, platform, en dat heeft succes, en we willen met die content iets anders doen. We willen daar stukken van hergebruiken, of we willen die op een andere manier gaan uitbrengen. En dan zou het jammer zijn als je een boel handjes moet inhuren om pdf-files op te knippen en ergens in een digitaal systeem te plakken. Dus als je die opdeling van in het begin misschien in het achterhoofd houdt, ben je misschien beter gewapend om dat soort nieuwe businessmodellen of nieuwe outputvormen te ondersteunen. Tweede principe, freedom of technology. Ook een mooi woord. Wat bedoelen wij daarmee? Dat we eigenlijk... We zijn geen product vendors, dat zullen jullie misschien al gemerkt hebben. We zijn ook geen black box verkopers, daar houden we minder van, het soort oplossingen waar dat je wel er iets in stopt en er iets uitkomt, maar dat je niet echt vat hebt op de manier waarop, of dat je ook niet onder de motorkap kan kijken. Wij zijn meer voorstander van keuzes. Je moet wat creatief zijn om de link te leggen met de slide, maar goed. Keuzes in tooling. Het doel kan misschien hetzelfde zijn, maar de manier waarop dat je dat doet, stel je wilt efficiënt content creëren, doe je dat in Word, doe je dat in een gestructureerde Word, doe je dat in een XML-editor. Wij vanuit Crius zullen nooit iets opdringen of zeggen het moet zus of het moet zo. Omdat wij weten dat het specifiek is aan de context waarin je werkt. Niet enkel de context van je content, maar ook de context van auteurs, van lezers. Het hangt ook af wat de doelstellingen zijn. Als je heel erg focust op hergebruik, is het misschien al logischer om toch in een gestructureerde manier te werken. Als je focust op, we hebben één manuscript, één boek en that's it, dan is die nood er misschien minder. Dus nog eens, vrijheid in keuze, vrijheid in technologie. Liefst wel open source, als het even kan. Daar zijn wij fan van. We zijn ook fan van standaarden, nog zo'n heel vies woord. Waarom? Eén, omdat het vaak gemakkelijk is. Er heeft al iemand over nagedacht, over zo'n standaard, dus die kan je dan gebruiken. Twee, het moet maar eens gebeuren dat je gaat samenwerken met een andere partij die toevallig ook diezelfde standaard kent en gebruikt. Dat maakt die samenwerking in ieder geval al een pak makkelijker. Dan, onze aanpak. Die is niet zoals de slide doet vermoeden. Die is minder brusk. Wij houden niet echt van Big Bang-oplossingen. We bekijken het liever gefaseerd. Dat betekent ook dat wij eigenlijk verschillende zaken kunnen aanbieden.
een kleine wijziging die misschien wel een heel grote impact heeft. Bijvoorbeeld een Word macro die het proces wel een heel pak vergemakkelt, is misschien even belangrijk dan een iets uitgebreider traject. Dat we samen met jullie een adviestraject lopen, opnieuw kijken naar die grote pijlers, huidige situatie in kaart brengen, gewenste situatie en het pad ernaartoe. En alles wat ertussen zit. Nu, het zijn allemaal slides, concepten, visie. Moeilijk om dat concreet te brengen natuurlijk. Maar we werken wel, geloof het of niet, met een soort framework in het achterhoofd. Dat is ook weer een duur woord, maar eigenlijk is het een blokkendoos, een Lego-doos. Gedurende die 25 jaar hebben we allerlei oplossingen bedacht. Processen ook, gekeken wat werkt niet. En het resultaat daarvan zit in onze blokkendoos, zit in ons framework. Het is geen één black box oplossing, maar een set, een rugzak vol met toolings, met concepten, met ideeën, die we mee aan tafel kunnen brengen als we een gesprek gaan. Dus als er een bepaalde vraag is, gaan we kijken van wat zit er in die rugzak. Een heleboel concepten die ook weer kunnen opgesplitst worden om het een beetje overzichtelijk te houden in creatie, beheer en ontsluiting. En we kijken in functie van een specifieke vraag wat voor jullie en samen met jullie bekijken we dat ook wat de gewenste of de meest geschikte oplossing is.